In Oostenrijk won Rien afgelopen week een zilveren medaille op de 777 meter en een gouden medaille op de 500 meter. Een hele prestatie van de schaatser van de Hengeloze IJsclub, want deelnemers uit maar liefst 110 landen deden mee aan de Special Olympics. Een wedstrijd. Heel spannend. En wat dacht je toen je gewonnen had? Ik heb gewoon. Ja, en nu iedereen komt hier voor jou speciaal. Allemaal applaus. Ja. Zo leuk of niet? Wel leuk. Dus namens het college van burgemeesters en wethouders wil ik jou een grote bos bloemen overhandigen. En wij wisten niet zo gauw een cadeautje, dus we dachten, nou, misschien kun je jezelf wat mee verzinnen. Ook de begeleiders en medebewoners van zorgboerderij Ervenmeinders, waar Rien woont en werkt, zijn trots op de kersverse kampioen. Hij is sportief. Hij doet al het fysieke werk op de boerderij doet hij al. En die hele prestatie voor hem.